trage ademhaling. Ik dacht, ik ga niet de hele tijd mijn benen zo vasthouden. En op het moment dat ze dat zei, voelde ik zo een golf uit me komen. Mogen we dan de vluchtkoffer meenemen? Sorry hoor, ik ga dit niet nog een keer doen. Dus we hebben nog even een McDrive'je gepakt. Hoorde dat ik wat lichtjes zie. Hoi en leuk dat je kijkt naar mijn bevallingsverhaal. Eindelijk. Ik wilde hem al heel lang opnemen. Laten we zeggen zo'n 5 maanden, want Emma is 5 maanden. Het leek mij heel erg leuk om mijn bevallingsverhaal te delen. En op Instagram gaven jullie aan dat ook leuk te vinden. Dus vandaag is de dag dat ik het ga delen. Ik vind het een beetje spannend. Niet helemaal spannend, maar ik heb het heel lang voor me uitgeschoven. Omdat ik het gewoon perfect, compleet, niet te chaotisch aan jullie wil vertellen. En na mijn zwangerschap ben ik iets chaotischer geworden. Dus bear with me. Wat ik ook heel graag wil, is het complete verhaal vertellen. Dus hoe heb ik me voorbereid? Hoe was de bevalling zelf? Daar gaat het natuurlijk het meeste over. En hoe ging het na de bevalling? Want heel veel bevallingsverhalen die ik heb gekeken, ik smul namelijk van bevallingsverhalen, ging echt alleen over de bevalling. De eerste week tot, hé, daar was mijn baby. Maar wat gebeurt daarna? Dat wist ik niet. En ik heb dus ook, dat was ook gewoon heel erg leuk. Dus, dat ga ik je ook vertellen. Voordat ik begin wil ik een paar dingen zeggen. Dit is hoe mijn bevalling is gegaan. En geen één bevalling is hetzelfde. Dus misschien heb je een mooiere bevalling gehad. Misschien heb je een vreselijke bevalling gehad. Misschien iets wat er tussenin zat. Ik hoop gewoon dat je er achteraf op terug kan kijken en denken, nou, dit is mijn verhaal. Daarom is het ook echt een bevallingsverhaal. Dit is mijn verhaal. En ja, so be it. Dus ga je niet vergelijken met mijn verhaal. En mocht je nog gaan bevallen, ga er dan niet vanuit dat jouw bevalling zo gaat als ik jou nu vertel. Want ja, wat ik al zei, geen bevalling is hetzelfde. Ik kijk af en toe ook even op mijn tablet. Ik heb daar namelijk wat dingen op staan die me helpen bij dit verhaal. Ik heb namelijk mijn hele bevalling van A tot Z heb ik uitgeschreven na de bevalling. In de weken na de bevalling. Omdat je heel veel gaat vergeten. Heel veel van die kleine dingen. Die zal ik misschien straks ook lezen en denken, oh ja, dat was ook nog zo. Dus als ik af en toe hier naartoe kijk, dan weet je waarom dat is. Ik wil beginnen, zoals ik net al zei, met de voorbereiding op de bevalling. En even wat dingen die goed zijn om te weten voordat ik mijn bevallingsverhaal vertel. Het eerste. Ik wilde graag in het ziekenhuis bevallen. En dat had een bepaalde reden. In mijn familie zit een aandoening dat je na de bevalling kan gaan bloeden. Dat is niet erfelijk, maar mijn moeder heeft het gehad, mijn oma heeft het gehad en de moeder van mijn oma heeft het gehad. Dus zeg maar 3 generaties op een rij hebben dit gehad. Het is niet erfelijk, maar toch een beetje dubieus. Dus ik had overleg met mijn verloskundige en die zei, ja, het is inderdaad niet erfelijk. Mijn oudste zus heeft 3 kindjes en heeft het niet gehad. Maar ze snapte wel dat ik liever in het ziekenhuis wilde bevallen. Naast het feit dat dus die aandoening in mijn familie speelt, vond ik het ook een prettig idee dat ik al in het ziekenhuis was. Het lijkt me namelijk heel vervelend als je thuis lekker bezig bent met bevallen en dat je dan halverwege woeits, naar het ziekenhuis moet. Dan moet je heel je plaatje weer wijzigen. En daar ben ik zelf niet zo heel erg goed in. Als ik iets weet, dit gaat zo gebeuren en het wordt dan anders, kan ik dat soms lastig vinden. En over het algemeen, in het algemene leven is dat niet erg, maar bij een bevalling leek me dat niet zo fijn. Achteraf verhuisden wij 4 weken voor mijn uitgerekende datum. En toen was ik extra blij dat ik had gezegd, ik beval in het ziekenhuis. Want stel, ik was 4 weken te vroeg bevallen, zaten wij midden in een verhuizing. Waar was mijn bed? Waar waren de babyspullen? Ik wist het niet. Dus ik vond dat een fijn idee. Stel, ik ga nu bevallen. Ik stond te schilderen en ik dacht, stel, ik ga nu bevallen. Gaan we naar het ziekenhuis? Is er niks aan de hand? Komt het hier wel op orde? Want we hadden een mega vrienden en familie achter ons staan die ons super goed hielpen met het klussen. Dus ik wist gewoon, als ik nu ga bevallen, komt het goed. En dat was een heel fijn gedachte, dat ik gewoon dan weg kon gaan. En ook een hele fijne gedachte dat we zoveel mensen achter ons hadden staan die ons steunden en wilden helpen. Ben ik tot op de dag van vandaag nog heel dankbaar voor, anders was dit huis nooit afgekomen. Dus ik wilde graag in het ziekenhuis bevallen. En dat waren eigenlijk de redenen waarom ik dat graag wilde. En stel het was niet gelukt, want dat hoor je soms ook wel eens, dat het dan te snel gaat en dat je toch thuis moet bevallen, had ik het echt niet erg gevonden. Maar ik vond het gewoon een fijn idee om daar naartoe te gaan. Het huis lekker schoon, dan thuiskomen.
Ja, dat leek me ook heel erg. Daarnaast ben ik dol op bevallingen. Het klinkt nu heel raar als ik dit zeg, maar altijd als ik op kraamvisite ging, en hoe was de bevalling? En dan kon ik altijd heel erg genieten van de verhalen van mijn zussen bijvoorbeeld, maar ook anderen waarbij ik dan op kraamvisite was. Ik kon zo genieten van bevallingsverhalen, omdat het zoiets wonderlijks is, zoiets puurs en zoiets unieks. Want wat ik al zei, iedereen's bevallingsverhaal is weer uniek en bij niemand gaat het hetzelfde. En dat vind ik gewoon fascinerend. Dus ik was altijd al gefascineerd door bevallingen en ik wilde het zelf ook gewoon een keer meemaken. Ik denk dat het wel een hoog ding op mijn bucketlist was. Je hebt mensen die zeggen, oh, ik wil uit een vliegtuig springen of oh, ik wil, noem allemaal de engste dingen op. Ja, dat heb ik niet zo, maar ik was zo benieuwd hoe een bevalling zou voelen, hoe het zou gaan. Ik weet niet. Ik was daar gewoon heel nieuwsgierig naar en ik wilde dat ooit een keer in mijn leven wel eens meemaken. En gelukkig heb ik dat kunnen meemaken, want dat is natuurlijk ook niet vanzelfsprekend. En dat wil ik ook niet voorbij laten gaan in deze video. Ik weet dat het niet vanzelfsprekend is. En ik hoop dat als je kijkt, dat het jou ook gegund is. Maar ik weet dat het gewoon niet altijd zo makkelijk gaat. Het zwanger worden, het bevallen, ja, dat moet dan maar. Dus ik ben altijd al gefascineerd geweest door bevallingen. Dus ik was gewoon ook heel nieuwsgierig van, hoe zou het zijn? Dan wilde ik ook nog even mijn pijngrens benoemen. Ik weet niet zo goed of ik een hoge of een lage pijngrens heb. Ik ben bijvoorbeeld met kleine dingetjes. Stel ik heb een blaar of stel ik heb een blauwe plek. Dan kan ik daar enorm over zeuren. Oh, ik heb zo'n last van die blaar. Oh, maar stel ik heb echt heel erg pijn. Dan is het meer een soort van, kom op, trek die pijn, het komt wel goed. En dan klaag ik daar niet zo heel veel over. Dus ik heb aan de ene kant wel een hele lage pijngrens als het gaat om kleine wondjes. Maar als het gaat om grote dingen, hoef ik ook bijvoorbeeld heel hard meteen. Oh, dan zit ik zo en dan los ik het meer van binnen op. Maar met kleine dingetjes ben ik dan wel echt een klagerd. Dus ja, ik kan niet zo heel goed mijn pijngrens, hoe zeg je dat? Levelen. Of ik kan niet heel goed dat zeggen. Maar ik dacht, ik wilde toch wel even benoemen dat ik dus op zich met grote dingen kan ik wel heel veel hebben. Dus dat is even wat je vooraf moet weten. Of moet weten. Wat mij fijn leek dat je dat wist. Hoe ik mij voorbereid op de bevalling is als volgt. Ik heb al best vroeg heb ik alle babykleertjes en alle en mijn vluchtkoffer zeg maar heb ik klaargezet en klaargemaakt. Kleertjes gestreken, in zakjes gedaan. Dus ik was best wel op tijd voorbereid. En dat kwam eigenlijk door de verhuizing. Doordat dat een beetje zo, waar gaan we zijn? En ik heb geen zin om uit het ene huis dan een babypakje te halen. Het andere huis, mijn onderbroeken. En dan, dus ik had gewoon een koffer klaarstaan. Ik denk al bij 34 weken, gok ik. Ik weet het niet helemaal zeker. Toen had ik alles al klaar. En ik had op zolder in het oude huis had ik een hoek staan met alle babyspullen. Dan dacht ik, als die baby wordt geboren, kunnen we tegen familie zeggen, daar staan de babyspullen, pak het, zet het klaar. Oh. Dus ik was best goed voorbereid op qua spullen, zeg maar. Maar ook qua niet-spullen wilde ik graag voorbereid zijn. Dus ik was even gaan zoeken naar bijvoorbeeld bevalcursussen die ik kon doen, maar ook met Daniel. Daniel is mijn man. Mocht je niet verder mijn video's kijken. Ik wilde graag dat wij goed waren voorbereid. En ik weet best wel veel over bevallingen, wat er kan gebeuren. En ik werk in de kinderopvang, dus nou ja, je hoort vaak genoeg dat daar ouders nog een kindje krijgen, hoe die bevalling gaat. Maar ook wat ik zei, ben ik dol op bevallingsverhalen. Dus ik had er al wel een paar in mijn leven gehoord. Maar Daniel is een man, ja, en ik weet niet of vrouwen heel graag hun bevallingsverhaal met mannen ook delen. Daniel is daar niet zo nieuwsgierig naar als dat ik ben. Dus ik dacht, ik vind het ook fijn als hij een cursus doet of iets doet. Ik heb toen uiteindelijk na lang zoeken gekozen voor een zwanger fit clubje. Met wat vrouwen ga je dan sporten. Je krijgt een uurtje ga je sporten, een half uurtje krijg je informatie over de zwangerschap, over de bevalling. En er was dan ook een partneravond. En dat dacht ik, ja, sporten leek me leuk. Even wat fit blijven, even ja, aan mijn lichaam werken, dat die sterk is en fit is voor de bevalling. Dat vond ik wel heel erg belangrijk. Dan die extra informatie leek me ook handig. Plus dat ik die partneravond heel erg prettig vond. Of dat leek me heel erg prettig. Grappig verhaal, achteraf zijn we niet bij die partneravond geweest. Omdat Emma toen al was geboren. Had ik al wel een beetje in gedachten. Omdat ik, volgens mij die partneravond was 18 oktober. En ik was op 6 oktober uitgerekend. Dus ik dacht, tenzij ik heel erg over tijd loop, ga ik daar gewoon niet bij zijn. En dat was prima. Ook heb ik een
ja, zwangerschapscursus aan huis gedaan met mijn zus. Die was tegelijkertijd met mij zwanger. En ja, dat hypnobirthing, daar hoor je nu heel erg veel over. Dat leek me mega interessant. Ik heb er wat onderzoek naar gedaan. Ik wilde bijna ook een cursus doen. Maar ik vond het iets te zweverig voor mijn... ja, vond ik. Dat is voor iedereen natuurlijk anders. Maar ik vond het iets te zweverig en echt dat hypno voelde voor mij niet echt lekker. Daar had ik het met mijn zus over, want het lijkt me dan wel weer... Ik vind het mooi uit de hypnobirthing van... Ze gaan uit van de kracht van de vrouw en dat je rustig blijft en zo die baby ter wereld zet. Dat vond ik een hele mooie gedachte en daar sta ik ook heel erg achter. Maar dat hypno wist ik niet helemaal zeker. En mijn zus die dacht daar precies hetzelfde over. Of niet precies, maar die dacht er ook zo over. En die kwam toen met Goed Geweven. Dat is een hypnobirthing cursus. Zo noemen ze het niet, maar wel zoiets. Maar dan de christelijke variant. Ik ben christelijk. En dat ja, leek wel een goede match te zijn. En dat bleek ook. Ik ben heel erg blij dat ik die cursus heb gedaan. Er kwam een mevrouw, ze heette Maartje. Die kwam dan 3 of 4 keer langs. En die vertelde dingen over de bevalling, hoe het zou gaan. Die gaf tips. We kregen ook een meditatiedocumentje die we dus konden doen. En ik ben zo blij dat ik die cursus heb gedaan. Dit is geen promotie voor Maartje. Al zou ik het iedereen aanraden. Maar ik ben er heel erg blij mee geweest. Elke keer na die avonden dacht ik, oh, ik heb er echt zin in. Dus ze maakte een soort, yes, soort, ik heb er zin in bij mij los. En daarnaast heb ik ook door die cursus heel erg geleerd om te ontspannen. Ik ben best wel, ik ben niet een gespannen persoon per se. Maar ik zit heel vaak zo, ik hou heel vaak mijn spieren gespannen. Maar ik heb daar wel echt geleerd om te ontspannen. Ook met meditatie die zij had ingesproken en die ik dus vaak heb geluisterd voor mijn bevalling. Als ik dan niet in slaap kon komen, dan luisterde ik die en dan... Moest je eerst rustig ademen en dan je hele lichaam langs gaan om te laten ontspannen. En dat was heel erg fijn. Ik heb echt sinds mijn zwangerschap geleerd hoe ik mijn lichaam kan ontspannen. En daar heb ik tot op de dag van vandaag nog lol van. Daarnaast hadden we tijdens die cursus ook een ademhalingsoefening geleerd. En dat was de trage ademhaling. 4 seconden in, 8 seconden uit. En wat dan ook de bedoeling was, is dat je helemaal slap moest. Dus... Dit. Alleen dan heb ik nu niet geteld. Het moet dan iets langzamer. dus dat heb ik ook voor mijn bevalling aan. Ook al een aantal keer geoefend. Als ik dan bijvoorbeeld niet kon slapen. Of ik had even een momentje dat ik dat kon doen. Of ik zat te poepen op het toilet. Dat had zij aangeraden. Als je dan zit te poepen en je moet een beetje persen voor je poep. Ga dan inademen en dan uitademen. En zet dan een beetje druk. Nou, dus dat deed ik gewoon af en toe. En dat voelde fijn. Dat voelde goed. En ja. Ik kon de bevalling aan. Ik had er zin in. Zo, die cursus, daar ben ik heel erg blij mee geweest. Ik kan het ook iedereen aanraden om zo'n soort cursus te doen. En ik heb het ook met Daniel gedaan, die cursus. En mijn zus en haar man. Dus het was wel in ieder geval met de partners erbij. En dat vond ik ook heel erg fijn. Daniel wist ook heel erg veel. En op een punt tijdens bevalling zeiden ze ook tegen mij, je moet gaan puffen. Ik had dus niet geleerd om te puffen, want dat is ook een ademhalingstechniek die je kan leren. En dat is... Ik weet het tempo niet en ik weet ook niet hoe dat in zijn werk gaat, maar dat is puffen. Dat wordt heel vaak gedaan. Maar dat had ik dus niet geleerd. En ik keek zo van, shit, ik moet gaan puffen, maar ik weet niet hoe dat moet. Dus ik keek zo van, kak. En Daniel zei, we weten niet hoe dat moet. En daar was ik heel erg blij mee dat hij daarbij was. En dat hij dus kon zeggen, lieverd, of tegen de verloskundige, we weten niet hoe dat gaat. Maar daar kom ik straks in het bevallingsverhaal ook nog wel even op terug. Dus daar was ik heel erg blij mee. Ik had ook een bevallingsplan. En nu ga ik mijn tablet erbij pakken, want ik dacht, het is goed misschien om die ook eventjes te bespreken. Ik had namelijk een klein bevallingsplan opgesteld. Er staan niet hele schokkende dingen op of geen hele gekke dingen. Maar ik vond het wel fijn om dit mee te geven, zodat er eventueel rekening mee gehouden kon worden. Nou, daarboven staat bevalling, Elise en mijn achternaam. Dit is goed om te weten en wat me prettig lijkt. Ik heb een aantal punten hoor, dus ik lees er gewoon even voor je inspiratie. Misschien ja, helpt het jou. Ik zou het fijn vinden om zo ontspannen mogelijk te bevallen. Geconcentreerd op mijn ademhaling, kalme sfeer in de ruimte en misschien wel onder de douche. Dat leek me heel erg fijn, heb ik achteraf niet echt gedaan. Ik ben erg gevoelig voor sfeer in de ruimte. Ik zou het prettig vinden
om op een positieve manier aangemoedigd te worden. Ik ben heel erg gevoelig voor sfeer en kan echt een beetje, nou niet uit het veld geslagen raken, maar ja, als iemand, ja, sommige mensen die worden heel erg gedreven als je zegt, je kan toch wel beter? Dan denk ik, je kan wel beter. Daar kan ik dus niet goed tegen. Ik wil dat je zegt, kom op, je doet het goed, super, ga zo door. En dan denk ik, yes. Ja. Dus hè, dat vond ik fijn om dat ook te benoemen. Ik zou het fijn vinden dat als er beslissingen genomen moeten worden, dat met mij en mijn man wordt overlegd. Volgende punt is, ik heb geoefend met trage ademhaling. 4 tellen in, 8 tellen uit. Dat zou ik willen gebruiken tijdens een bevalling. Volgend punt. Als het hoofdje staat, dan lijkt het me prettig om een warme washand of handdoek tegen mijn vagina te krijgen. Ja, dat heb ik van een aantal mensen gehoord dat dat heel prettig was. Dus ik dacht, ik zet het er gewoon op. Ja, misschien is het wel heel erg prettig. Ik heb er ook opgeschreven dat ik graag borstvoeding wilde geven en dat alle hulp daarbij welkom is. En het laatste puntje. Ik zou graag na de geboorte zo lang mogelijk bij mijn kind willen zijn. Ik wil graag dat ik en mijn kind, tenzij het medisch niet verantwoord is, aan het begin niet van elkaar gescheiden. Dus dat waren mijn puntjes. En als ik het nu zo lees, is eigenlijk alles wat ik op dat plan had, is gebeurd of is zo mogen gebeuren. Ik besef me dat ik daar heel bevoorrecht in ben, dat het allemaal zo is gegaan als dat ik in ieder geval ongeveer had gewild. Nu gaan we over naar het echte bevallingsverhaal. Ik merk dat ik al heel lang aan het praten ben. Maar ik wilde toch dit stukje ook meenemen, omdat ik dat toch belangrijk vind. Ik heb natuurlijk in de week van mijn bevalling ook gevlogd. Dus een heel kleine flarders, zeg je dat zo? Heb je ook mee kunnen krijgen in die laatste vlog. In die vlog dat ik dus ga bevallen. Ja, ik zal ook tussendoor wel wat beelden laten zien van het moment zelf die we hebben. We hebben niet heel veel gevlogd, maar wel hier en daar wat stukjes. Dus dat ga je dan tussendoor gewoon lekker ook zien. Eigenlijk begon het een beetje op woensdag 2 oktober. Rond 3 uur ging ik naar de wc en er zat bloed in mijn inlegkruisje. Ik was alleen thuis, Daniel was aan het werken en ik dacht, wat moet ik nou doen? En ik was daar best wel een beetje van slag. Terwijl ik achteraf denk, waarom? Maar ik dacht, oh shit, wat is dit? En bloed, ja, ik had denk ik gewoon de associatie, bloed is niet goed. Dus ik had met Daniel geappt, die zei, bel gewoon de verloskundige. Dus dat heb ik gedaan en die zei, niks aan de hand, kan erbij horen, je baarmoeder is je gewoon aan het klaarmaken vast. Oké, prima. En ik ben gaan slapen en de volgende dag ben ik nog naar de stad geweest met mijn moeder. Was er niks aan de hand. Heel af en toe had ik wel een beetje een soort steken in mijn buik. Dacht ik, nou ja, niks aan de hand. Tot 1 uur of 1 toen kreeg ik wat vaker die krampen. En toen dacht ik, zou dit het al zijn? Dus ik heb voor de zekerheid de Wee-app maar gedownload. Want Daniel had die wel op zijn telefoon staan, maar ik niet. Ik dacht, ja, stel het gaat nu beginnen, dan moet ik het gaan timen. Want Daniel was nog op zijn werk. Die stond ook nog in de file trouwens. Dus ja, ik dacht, ik heb gewoon nu die app alvast. Dan kan ik het alvast een beetje bijhouden. Het stelde niet zoveel voor, deed niet echt pijn. Maar ik dacht, ja, dit is misschien wel het begin. Daniel stond, zoals ik al zei, in de file. Dus ik ging alvast wat avondeten. En hij kwam later thuis. En het was niet helemaal lekker in mijn buik. Ik dacht, er is wat gaande. En Daniel was toen nog boodschappen gaan doen. Want hij dacht, ja, we moeten wel een gevulde koelkast hebben. Want stel de baby komt nu, moeten we wel eten hebben. Dus hij is nog naar de winkel geweest. En toen zijn we op de bank gekropen. En hebben we de laatste aflevering van Casa di Papel gekeken. Heel spannend. En heel bloederig in mijn gedachten ook nog. Dus ik dacht, het was gewoon heel spannend. En toen zijn we eigenlijk gewoon als altijd naar bed gegaan. En eigenlijk die nacht gingen de krampen / weeën, het waren denk ik toen al weeën, gingen gewoon een beetje door. Ik heb ze ook getimed en ik heb niet zo heel veel geslapen die nacht. Ik heb wel de hele tijd kunnen liggen. Ze deden niet zoveel pijn dat ik echt moest gaan bewegen. Maar echt geslapen had ik niet. Daniel heeft gelukkig wel lekker geslapen. En de weeën kwamen heel onregelmatig. En ze duurden ongeveer toen een minuutje. Maar ja, dat was het nog. Het zette niet echt door. Of het was niet echt dat ik dacht, wow, mijn baby komt er bijna aan. Toen was het ongeveer 1 uur of 5 uur in de ochtend. Ik wilde me omdraaien in bed. Als je ooit zwanger bent geweest, weet je wat voor volksverhuizing dat is. Dus ik was daarmee bezig en ik voelde wat nattigheid daar beneden. En ik wist meteen, dit is niet plas. Dit komt uit mijn vagina. Misschien zijn het mijn vliezen wel. Dus ik maakte Daniel wakker. En ik zei, ik denk dat mijn vliezen zijn gebroken. Ik stapte uit bed en er lag een heel klein, bescheiden, nat plekje zo in bed. Dus ik dacht, is dit het dan? Of is het gewoon mega veel afscheiding? Ik weet het niet. Dus wij liepen naar beneden, want ik wilde wel even een schone onderbroek aandoen. En een schone
broek, denk ik. Ik weet niet wat ik aan had eigenlijk die nacht. En toen ik in de badkamer stond, kwam er nog wat meer vruchtwater. Het was echt een beetje dikker en slijmeriger dan plas. Dus ik wist wel meteen, dit is geen plas, dit is ook geen afscheiding, dit moet wel vruchtwater zijn. Dus op dat moment hebben we ook de verloskundige gebeld. En die was midden in een bevalling. Dus de andere verloskundige die zou naar ons huis te komen. En die was er binnen no time. We waren beneden inmiddels. En ik had zo'n kraamverband maar ingedaan. Volgens mij hadden ze dat ook gezegd. Doe maar een kraamverband in. En we komen daaraan. Dus ze kwamen en ze keek naar dat kraamverband. Ja, niet echt. Er zat niet echt wat in. Oké, dat kan. Toen heeft ze nog even gekeken en ze twijfelde. Ze wist niet zeker of het vruchtwater was. Ze had ook nog even boven gekeken in de handdoek, zeg maar, waar ik in de douche had gelekt. Ze wist het niet helemaal zeker. Dus ze wilde me ook niet toucheren. En toucheren is dat ze gaan voelen hoeveel ontsluiting je hebt. Dus eigenlijk was niks gebeurd in de tijd dat de verloskundige er was. Ik had ook niet echt een wee toen zij er was, want mijn weeën vielen gewoon een beetje weg als ik dan afgeleid was, wat best wel frustrerend was. En de verloskundige zei toen, wacht even af, kijk wat er gebeurt en om 11 uur bel ik jullie nog even om te kijken hoe het gaat. Nou, om 11 uur belde ze en ik verloor nog steeds een beetje vruchtwater. Het was telkens een beetje. Dus wat zij zei, er zitten dan soort twee lagen. Waarschijnlijk zit dan ergens in een van die lagen een gat, waardoor dan af en toe komt er dan wat vruchtwater vrij. Maar zij zei, ga toch maar even naar het ziekenhuis, dan kunnen ze kijken of het echt vruchtwater is. Dus wij zijn toen naar het ziekenhuis gegaan. In de auto zat ik op zo'n matje, zo'n lekmatje zeg maar. En ik had kraamverband in en ik had Daniel's sportbroek aan. Met zo'n dikke buik nu natuurlijk, ik voelde me ongemakkelijk. En af en toe had ik dus een wee. Maar eenmaal in het ziekenhuis reden we aan in zo'n rolstoel. En eerlijk, die rolstoel in het ziekenhuis die zat echt heerlijk. In het ziekenhuis zeiden ze ook, nou kom snel op het bed zitten. Ja, want die rolstoelen. En ik dacht, die rolstoel zit goddelijk. Laat maar hier maar lekker op zitten. Gewoon lekker hard en stevig. Maar goed, eenmaal in het ziekenhuis kreeg ik twee banden om mijn buik. Zodat ze de weeën konden meten en de hartslag van de baby konden meten. En we moesten dan een half uur moesten we aan dat apparaat zitten. Of we, ik. En dat deden we. Dat was eigenlijk wel prima. Af en toe had ik een wee. Ik was vooral ook moe. En ik dacht, oh, ik wil gewoon dat die baby nu komt. Maar goed. Half uur later. Het filmpje was goed. Er waren niet heel veel weeën, geloof ik, te zien op het scherm. En wat ik zelf frustrerend vond, was dat als ik een wee voelde, kwam dat niet overeen met het scherm. En dat, toen dacht ik, ja, wat is dit? Nou, en na dat halve uur ging er dan zo'n pieper af en er kwam een verpleegster. En die zei, de verloskundige komt zo bij u. Oké, en toen liet ik mijn kraamverband, die haalde ik uit mijn broek, die liet ik zien. En weer ging het zo tegen het licht in. Ja, ik zie niet echt iets. En op het moment dat ze dat zei, voelde ik zo een golf uit me komen. Toen zei ik, oh, ik geloof dat het nu wat is. Dus ze keek en ze zei, nou, niet te missen, dit is vruchtwater. Alsnog, deze een glazen plaatje. Hier ging ze even er langs en zei ze, nou, we kunnen zo misschien op de microscoop kijken. Dan zien we dat het vruchtwater is. Maar ze zei, zo zie ik het al. Dus mijn vliezen waren inderdaad gebroken. Dat onder de microscoop leggen is uiteindelijk niet gebeurd. Ik weet niet waarom, ik vind het ook niet heel erg. Maar dat schijnt dus wel interessant te zijn. Nou, en eigenlijk was toen de boodschap, wacht maar af tot er wat gaat gebeuren. Je kan lekker naar huis, ontspannen en zie maar wat er gebeurt. Dus wij zijn naar huis gegaan en onderweg kwamen we langs de McDonald's. Dus wij keken elkaar aan en we zeiden, zullen we dan toch even langs de McDonald's gaan? Dus we hebben nog even een McDrive'je gepakt. Ik had lekker een McFlurry en wat Daniel had, weet ik eigenlijk niet. Iets kippigs misschien. Toen kwamen we thuis en toen was het eigenlijk afwachten en weeën opvangen. Nou, en eigenlijk de hele middag heb ik een beetje weeën op zitten vangen. We hadden nog Friends aangezet ter afleiding en ontspanning. Maar elke keer als er een wee kwam, deed ik zo. Zette Daniel de timer aan. Ging ik in mezelf en deed ik die ademhalingsoefeningen. Daar ben ik van minuut A mee begonnen. Hoe licht de weeën ook waren, heb ik meteen die ademhaling gedaan om rustig te blijven. En de ene keer kwam de weeën om de 4 minuten en dan zat er weer 20 minuten tussen. En ja, dat was best wel frustrerend. Ik wilde gewoon dat ze om de 4 minuten kwamen, zodat ik de verloskundige weer kon bellen. En zodat we aan de slag konden. Maar dat gebeurde niet. Dus zo hebben we eigenlijk de hele middag een beetje doorgebracht. En we hebben nog avond gegeten. Wortels hadden we. Groente, aardappels, vleesvervanger hadden we. En ik weet nog dat ik niet alles heb opgegeten. We zijn naar boven gegaan om te gaan slapen op den duur zonder het op te ruimen. Ik was niet in mijn hum. Het zat me niet lekker. Ik was telkens, had ik weeën. En nou,
het zette niet door en dat frustreerde me enorm. Toch zeiden we gaan gewoon slapen en vooral Daniel moest gaan slapen, vond ik. Want het gaat in ieder geval binnenkort wel gebeuren. Goed om nog te vertellen is dat als je vliezen 24 uur gebroken zijn, dat dan word je medisch. Dus dan moet je sowieso naar het ziekenhuis. Was voor mij niet erg, want ik zou sowieso naar het ziekenhuis gaan. Maar dan werd je ook van je eigen verloskundige losgekoppeld en moest je naar een verloskundige van het ziekenhuis. En daar zag ik een klein beetje tegenop. Achteraf was dat helemaal prima. Maar ja, dat leek me gewoon niet zo fijn. Nou, en eigenlijk die hele nacht heb ik weeën opgevangen. Ze waren nog niet zo heftig als dat ze uiteindelijk zijn geworden. Maar het was gewoon niet fijn. Ik vond het uitzichtloos. Want de ene keer kwamen ze, zoals ik zei, om de 4 minuten. En dan zat er weer 20 minuten tussen. Tussendoor lukte het me niet echt om te slapen. En ik heb ook toen niet alleen in bed gelegen. Maar ik heb ook bij de stoel gezeten. En overgeleund en de batterij was op, dus misschien is er wat verandering in beeld, maar het was niet echt een pretje en ik merkte ook hoe langer ik bezig was, hoe minder goed ik de weeën kon opvangen. Het ademhalen lukte me heel erg goed, maar het voelde echt als een pot ellende die over me heen werd gestort. Zo heb ik het een beetje ervaren en zo legde ik het ook uit. En om 4 uur maakte ik Daniel wakker. Die had gelukkig wel goed geslapen. Daar ben ik heel blij mee. Of was ik heel blij mee. Maakte ik Daniel wakker en zei ik, bel de verloskundige maar. Want een uur later zou ik overgedragen worden naar het ziekenhuis. Dus Daniel belde de verloskundige van, joh, het zet niet door. En Elise wil gewoon graag dat er wat gaat gebeuren. Nee, dat heeft hij niet eens gezegd. Maar we hebben gewoon de situatie uitgelegd. Gebroken vliezen, maar het zet niet door. Ze heeft wel weeën, maar niet regelmatig. En toen zeiden ze, bel het ziekenhuis maar. Oh ja, toen belde we het ziekenhuis. Maar die zei, nee, je bent echt nog een uur bij de verloskundige. Dus toen belde de verloskundige weer. Toen heeft de verloskundige met het ziekenhuis gebeld. En toen mochten we om 6 uur daar naartoe. En ik vind het helemaal niet erg dat we van de verloskundige naar het ziekenhuis werden gestuurd. Dat zijn gewoon protocollen die ze moeten volgen. En ik kan me voorstellen dat jullie denken, oh wat slecht van de verloskundige of oh wat slecht van het ziekenhuis. Dat is gewoon zo. Daar kunnen zij niks aan doen. Dat zijn gewoon protocollen. Maar goed, we mochten naar het ziekenhuis. Dus wij weer in de auto. Dit keer met vluchtkoffer. Dat vroegen we ook. Mogen we dan de vluchtkoffer meenemen? Ja, neem de vluchtkoffer maar mee. Yes! Nou, dus wij daarheen met de vluchtkoffer en de maxi-cosi. En tijdens die rit had ik weer wat weeën en ik ging weer in die rolstoel zitten. We gingen weer naar boven en we gingen weer in dezelfde kamer zitten. Ik kreeg weer hetzelfde hartfilmpje van de baby en van mijn weeën. En ja, we waren weer in het ziekenhuis. En toen dat filmpje klaar was, kwam er een verloskundige binnen. En dat was een hele fijne vrouw. Het was een redelijk jonge vrouw. Blonde krulletjes. Ik zie er nog zo voor. Ze had een vest aan. Ze zei, eigenlijk mag ik geen vest hebben, maar ja, het is zo koud. Toen dacht ik ook, vind juist wel fijn dat je een vest aan hebt over dat witte, steriele pak. Ja, ik vond het heel huiselijk en heel prettig of zo. Ze hoorde ons verhaal aan. En vooral dat ik heel moe was. Dat vond ik vooral fijn. Ik had 2 nachten niet tot nauwelijks geslapen. Dus ze zei, er zijn een paar opties. Bladibla. Ze ging overleggen, ook weer met iemand anders. En wat we toen hebben gedaan is dat ik een spuit kreeg. Het was ongeveer 6 uur in de ochtend. En ik zou een spuit krijgen zodat ik kon slapen. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ze heeft het wel gezegd. Maar ze zei, ik kan je dat nu geven in de hoop dat je even gaat slapen. We gaan dan wel tegen je bioritme in. Want normaal is het om 6 uur in de ochtend. Word je wakker, wordt het licht. En ja, is het tijd om wakker te worden? Maar dat gaan we nu een beetje tegen. Dus ze zei, ik weet niet wat het effect gaat zijn. Maar ik hoop dat je dan even kan slapen. Ik zei, prima, doe maar. Ik wil gewoon even slapen. Dus toen zijn we naar mijn kamer gegaan. En daar, ja, ik ben op bed gaan liggen. Ze gaf me die spuit in mijn bovenbeen. En meteen al zag ik een soort, ja, lichtjes en dingetjes. En toen kwam ze na een tijdje kijken. En toen zei ik, hoorde dat ik wat lichtjes zie? En zei, ja, het begint al te werken. En toen ben ik eigenlijk als een blok in slaap gevallen. Ik heb toen van 6 uur tot 9 uur als een blok geslapen. Ik was helemaal van de kaart. Heerlijk. En daarna van 9 tot 12 heb ik geslapen. Werd ik wakker of voor een wee. Heb ik die weggeblazen. En toen viel ik weer in slaap. Dus ik heb eigenlijk, nou ja, 3 uur plat gelegen. En daarna alleen voor de weeën werd ik wakker. Dus ik voelde me daarna ook als herboren. En die weeën voelden niet meer aan als een pot ellende die zo op me werd gestort. Dus dat was echt een verademing. Ik ben heel blij dat die verloskundige en in overleg met ons die keuze hebben gemaakt. Wat leuk is dat we die verloskundige toen de baby was geboren
nog hebben gezien. En dat hebben we ook tegen haar gezegd. Dat was zo fijn. En ja, dat heeft echt enorm geholpen. Toen ik eenmaal wakker was. En Daniel heeft toen ook nog heel even geslapen, geloof ik. Maar toen ik eenmaal wakker was. Heb ik de wee weer opgevangen. Verschillende poses geprobeerd. Over een bal hangend. Maar dat was niet handig met de monitoren die op mijn buik zat. Ik had wel draadloze monitoren. Maar die verschoven dan. Ik heb over een stoel gehangen. In een stoel gezeten. Ik heb verschillende dingen geprobeerd. En toen kwam er een nieuwe verloskundige. Ik zie er zo nog voor me. En zij ging me weer toucheren. Oh, dat deden ze. Hadden ze trouwens bij de eerste voor die spuit ook gedaan. Toen had ik 4 à 5 centimeter ontsluiting. En na die spuit en na het slapen had ik 5 tot 6 centimeter ontsluiting. Kak. Dat was toch wel een beetje een teleurstelling. Ik merkte ook aan de verloskundige dat ze dat niet echt een goede vooruitgang vond. En wat ze toen zei was, je kan of naar huis gaan, of we gaan het een handje helpen. En eigenlijk het enige wat ik hoorde was, je kan naar huis gaan. En tranen sprongen in mijn ogen en ik zei, sorry hoor, ik wil echt niet weer naar huis. Ik wilde gewoon niet weer naar huis, niet weer in bed liggen, weeën opvangen, niet slapen. Ik wilde gewoon niet naar huis. Ik wilde gewoon daar blijven tot mijn baby er was. Dus ik zei, sorry hoor, ik ga niet naar huis. Oké, ik zei het niet op deze manier. Maar ik zei, sorry hoor, ik wil eigenlijk helemaal niet naar huis. Zoiets heb ik gezegd. En dat was oké. Toen gingen ze dus een handje helpen. Dat hele handje helpen ging compleet langs me. Maar ik wilde gewoon niet naar huis. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik zou geholpen worden. En dat doen ze dan met een infuus. Dan krijg je weeopwekkers. En ik had al wel een infuus of een iets in mijn hand zitten waar dat infuus op aangesloten kon worden. Dus ik moest alleen even wachten op het infuus. En ik weet nog goed dat ik op de stoel zat en dacht, oké, ze gaan het infuus doen. Dat kan heftig worden. Daar heb ik wel verhalen over gehoord dat dat ja, weeënstorm kan opwekken. Dus ik dacht, oké, we gaan het zien. Eigenlijk heb ik daar niet heel erg over nagedacht, moet ik heel erg zeggen. Ik was eigenlijk meer uitgeput. Ik wilde niet meer. Kom op, het moest doorzetten. Ik was een beetje moedeloos. En ik heb toen ook tegen de verpleegster gezegd, kan ik dan ook een ruggenprik krijgen? Want ik was het deed niet echt heel veel pijn. Ja, het deed wel pijn, maar het is niet dat ik de pijn niet meer draaglijk vond. Maar het was meer een soort van, ik was gewoon uitgeput. Ik dacht, jongens, ik wil nu dat er wat gaat gebeuren. Ik weet niet hoe lang ik dit nog ga volhouden. Als ik zo moe ben, ik ben nu al moe. En als dit nog de hele dag moet doorgaan, hoe kan ik dan ooit die baby eruit persen als ik geen energie heb? Dus ik zei iets van, kan ik niet een ruggenprik krijgen? Ik wilde dat niet per se. Als het niet hoefde, dan hoefde het van mij niet. En toen zei de verloskundige, dat weet ik nog heel goed, we kijken zo wel even. Of iets in die richting. Uiteindelijk ben ik heel die ruggenprik vergeten. En is er ook niet van gekomen. Maar ik was zo blij achteraf dat zij niet meteen zei, oké, gaan we regelen. Want het was niet per se nodig. En nou ja. Na een poosje, het was toen ongeveer 4 uur in de middag, kwam het infuus binnen met de weeopwekkers. En vanaf dit moment zie ik eigenlijk pas dat de bevalling echt is begonnen. Ik zie wat hiervoor is gebeurd echt als een aanloop, een hele trage aanloop. En vanaf nu, in mijn gedachten, vanaf het moment dat die weeopwekkers kwamen, dat was het moment dat mijn bevalling echt ging beginnen. Dat er echt wat gebeurde. Dat ik echt aan het werk kon, als het ware. Ik kreeg de weeopwekkers en dat wordt dan telkens wat hoger gezet. En volgens mij gaat dat in stappen van 2, als ik het me goed herinner. Dus van 2 naar 4 naar 6. En volgens mij vanaf 6 voelde ik een beetje, oh ja, er gaat echt wat gebeuren. De weeën werden heftiger, pijnlijker en ze kwamen regelmatig. Eindelijk kwamen ze regelmatig. Oh ja, oh, dit is goed om te vertellen. Na een half uur gaat hij dan 2 standjes hoger. Dus eerst begon hij op 2, na een half uurtje ging hij naar 4, na weer een half uurtje naar 6 en dan weer een half uurtje naar 8. En ik schrijf hier naar 8. Ging er eindelijk wat gebeuren? Actie in de tent heb ik hier echt geschreven. En zo voelde dat ook. En eigenlijk heb ik een tijdje het op 8 volgehouden. Ik zat op een stoel. Ik had, ik zat lekker. Ik had een deken over mijn benen, want ik had het een beetje koud. En Daniel zat naast me. Ik heb soms op hem geleund, soms niet. En die ademhalingtechniek is ook de hele tijd heel erg goed gegaan. Alleen vanaf dit punt raakte ik de tel kwijt. Heel suf. Maar ik had heel veel pijn en ik wilde dan inademen, 1, 2, 3, 4. En uitademen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alleen al wat trager.
Maar wat ik deed was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En toen dacht ik, huh, oh shit, ik ben... En toen raakte ik in de war en het lukte me niet meer om goed te tellen. Ja, super dom, denk je nu misschien. Maar je hebt zoveel pijn en je bent zo bezig dat ik dacht, dit is niet handig. Want als ik tekort ga ademen, dan is dat niet de bedoeling. Dus wat ik toen heb gedaan is, inademen deed ik, deze W gaat zo weg. En toen uitademen deed ik 1, 2, 3, 4. Maar dan heel langzaam. Dus het ging echt wat langzamer dan dat ik het nu doe. En het voelde bijna als een soort dansje en als een soort melodietje. Voor mijn gevoel zat ik ook een beetje zo van... Alleen dan wat langzamer. Dus eigenlijk ben ik toen overgestapt naar ademhalingstechniek. Zodat ik niet de tel kwijt zou raken. En dat werkte heel erg fijn. Er was wel één moment dat Daniel zei... Lieverd, je moet 1, 2, 3, 4. En toen zei ik nee. Omdat ik dus in mijn hoofd had ik iets anders bedacht dan... dat hij in zijn hoofd had en wat we hadden geleerd bij die cursus. Maar alsnog ben ik heel blij dat hij me daar wel aan herinnerde. Want stel, ik was wel helemaal op hol geslagen. Had ik het heel fijn gevonden als hij had gezegd... Ik adem met je mee, hij deed ook mee. En dat vond ik heel prettig. Dus mannen, als jullie kijken, je hebt echt wel een taak tijdens een bevalling. Waarschijnlijk had je meer willen doen, maar niks doen en gewoon ernaast staan en er zijn is ook wel een hele belangrijke taak. Ik ben heel blij dat Daniel er altijd bij is geweest, bij me stond. Als ik iets wilde, dan deed hij het. Echt geweldig. En in de tijd dat die weeopwekkers gaande waren, kwamen ze nog langs voor het eten. Nou, ik heb wel wat eten besteld. Ik heb niks gegeten uiteindelijk. Daniel heeft wel wat gegeten. En toen Daniel ging eten, zeiden ze, ga anders even lekker douchen. Ik had het ook in mijn bevalplan staan. Was ik helemaal vergeten. Dus ik ben onder de douche gestapt. Heb onder de douche gezeten. Was even lekker. Maar ik was er eigenlijk ook weer snel klaar mee. En ik dacht, nou, ik ben er wel weer klaar mee. En toen wilde ik van de douche weer naar die stoel lopen. En dat is het enige moment, en daar ben ik wel trots op, dat ik echt cranky ben geweest. Voor de rest ben ik best wel vriendelijk geweest naar iedereen, naar Daniel. Maar op dat moment niet. Ik wilde van de douche naar de stoel lopen. En tijdens het lopen kreeg ik een wee. Of hij kwam net, ik weet niet. Maar ik wilde naar die stoel. Het stoel was voor mij het eindpunt. En Daniel, die had het bed, is voor haar het eindpunt. Dus Daniel wilde me naar het bed brengen en ik wilde naar die stoel. En Daniel schuift die stoel weg, zodat ik naar het bed kon. En ik dacht, waar ga je heen met die stoel? Dus ik heb iets gesnauwd en toen ben ik op de stoel gaan zitten. En toen dacht ik, oh, dat was eigenlijk niet aardig. Ik heb ook daarna mijn excuses aangeboden. Ik zei, sorry dat ik zo snauwde, maar ik wilde naar die stoel. Jij wilde naar het bed. Maar goed, dus ik zat weer op de stoel. En Daniel had een radiootje aangezet. Dat zei de verloskundige dat dat zou kunnen helpen. En ik heb die weeën opgevangen en het was prima. En op den duur vond ik het echt heftig gaan. Ik vond de weeën snel op elkaar komen. Dus ik had gevraagd aan de verpleegster of de verloskundige. Joh, kan die niet naar 6? Zo zei ze, dat kan wel, maar dan gaat het wel wat minder snel. Toen zei ik, prima. Ik was al lang blij dat ik bezig was en dat er wat gebeurde. Er was actie in de tent. En toen was hij wat lager gezet. En dat was heel erg prettig. Nee, en toen ben ik weer even verder gegaan met weeën opvangen. En toen voelde ik wel een soort druk. Je hebt ook heel veel vrouwen die zeggen, het voelt alsof je moet poepen. Dat vond ik niet echt, maar ik voelde wel alsof mijn weeën iets zeiden van, er moet wat uit nu. Dus ik dacht, heb ik nou echt persweeën of is het gewoon omdat ik het graag wil? Het speelt mijn hoofd een spelletje met me. Maar ik dacht, ik zei, ik voel het toch wel. Na een tijdje vroeg de verpleegster of de verloskundige dat ook. En ik zei, ik heb wel het idee dat ik persdrang heb. Ja, ik heb het nog nooit meegemaakt, dus I don't know. Ze zei, laat die persweeën gewoon een beetje voor wat het zijn. Je hoeft niet mee te persen, laat het. Oké, dus ik heb gewoon verder gaan met ademhalen. En toen, na een poosje, toen ik echt die persdrang wat meer voelde, zeiden ze, oké, we gaan kijken hoe ver je bent. En toen was ik bijna helemaal ontsloten. Zeg je dat zo? De ontsluiting was bijna volledig, bijna 10. En op één klein randje na, zei ze. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit, maar er was één randje wat nog niet ontsloten was. En ze zei, het kan helpen als je even op je zij gaat liggen. Prima, ik ga op mijn zij liggen, want die baby, die moet eruit. Dus ik was op mijn zij gaan liggen. En ik mocht dus niet meedoen met die persweeën. Ik mocht het een beetje laten gebeuren. En dat ging best wel goed, maar toen ik eenmaal op mijn zij lag... Dit was echt het naarste moment van de hele bevalling. Als dan die perswee kwam, ik kon ze gewoon niet opvangen. En wat er toen gebeurde,
Daniel heeft dit ook ervaren als een naar gedeelte van de bevalling. Ik lag op mijn zij en het was eigenlijk een soort kruising van een vis op het droge met een laatste stuiptrek van iemand, van een dier dat doodgaat. Ik kon mijn lichaam niet onder controle houden. Dat vond ik heel erg naar. Ik weet niet per se of het echt pijn deed, maar ik kon gewoon mijn lichaam niet onder controle houden. Ik schokte en nou, het was heel vervelend, heel naar. En ik ben nogal iemand die graag de controle houdt en dat was totaal niet. Ik kon de wee niet opvangen en ik voelde wel, nou, het was gewoon naar. Dus ik heb dat één keer gedaan. Toen ben ik weer op adem gekomen. Bij de tweede wee ging precies hetzelfde. En toen zei ik, sorry hoor, ik ga dit niet nog een keer doen. Oké, zeiden ze, maar ja, dan kan het misschien wel wat langer duren. Nou, ze zei, we gaan in ieder geval even kijken hoe ver je bent. En thank god, het randje was ook ontsloten tijdens die twee spartelbeurten. Daar was ik heel blij mee. En toen zei ze, nou, we gaan gewoon eens kijken. En nou ja, ik mocht een beetje gaan persen, dus ik mocht een beetje meedoen. Een paar keer meegedaan en op den duur was het zover. Het was zover, het persmoment. Het moment waarvan je weet, nu is het bijna klaar. En ik moest mijn benen vasthouden. Zo. Nou, en je kan je voorstellen, dat is best wel zwaar. Ga nu maar zitten en hou je eigen benen maar wel vast. Je hebt ook nog een hele dikke buik. Je hebt pijn, je hebt ongemak, je bent moe. Ik dacht, ik ga niet de hele tijd mijn benen zo vasthouden. Hebben ze niet iets van beugels of zo? Want dat zie je altijd in films. Je kent misschien wel dat stukje uit Friends, dat Ross met die beugels in die beugels zit. Nou, hilarisch. Dus ik zei, joh, heb je niet iets waarmee het kan ondersteunen? Dus, vloep, uit dat bed sprongen twee van die ondersteuners. Dus ik legde mijn benen, hup, erin. Hup, ik had mijn fluffy roze sokken aan. En daar lag ik, klaar om te persen. En toen ben ik, ik heb in het begin een beetje meegeperst. En toen mocht ik echt vol mee gaan persen. Nou, ik lag dus lekker met mijn benen in die beugels. En ik mocht gaan persen. En wat ik deed, ik wilde zo persen. Mijn hoofd ging dus naar achter. Maar de verloskundige zei, nee, hou je hoofd maar op je borst. Oh, oké, op mijn borst. Dus ik hem op mijn borst gehouden en elke keer dat ik perste, uiteindelijk, spoiler, heb ik 3 keer geperst. En elke keer dat ik perste, heeft Daniel mijn hoofd naar mijn borst geduwd. Want mijn automatische reactie was dit. Wat ik in het dagelijks leven ook doe. Als ik gespannen ben, ga ik zo zitten. Maar ik moest dus mijn kin naar mijn borst. Oké, dus ik perste. En terwijl ik aan het persen was, zei de verloskundige, geweldige verloskundige trouwens, ik ben heel blij dat ik haar had, moedigde me aan. Kom op Elise, je kan het. Door die pijn. Persen, persen. Nog even door, nog even door. Nou, ze was echt een soort coach. En dat vond ik zo fijn. Ik dacht, oh wat fijn dat ze... Nou, en ik persen, 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 persen. En toen was mijn perswee weg. En volgens mij zeggen ze dat je 3 keer moet persen in 1 perswee. Mij lukte 2 keer. En toen zei ze, volgende keer probeer 3. Oké. Maar goed, ik was op adem aan het komen. En achteraf gezien duurde de tijd tussen de persweeën best lang. Ik had een perswee, dan zat er een kwartier tussen. Ik kwam er weer een perswee, zat er weer een kwartier tussen. Nou ja, prima. Dus ik kwam op adem en ik zei tegen de verloskundige, dat weet ik nog heel goed. Ik vond het heel fijn dat je me zo aanmoedigde. Wil je dat straks weer doen? Nou, dat was prima. En achteraf denk ik, dat stond gewoon in mijn bevalplan dat ik dat fijn vond. Dus waarschijnlijk dacht zij, ja, dat weet ik, want dat heb ik gelezen. Maar ik zei, wil je dat weer doen? Dat wilde ze weer doen. Nou, ik was weer op adem gekomen en er kwam weer een perswee. En ik ging weer persen, persen, persen. En ze zei weer, kom op, persen, persen, door die pijn. En op het moment dat ze zei, ga door die pijn heen, dacht ik, oh, frek. Zoveel pijn doet het niet. Het was voor mijn gevoel alsof het verdoofd was. Ik was zo gefocust op het persen en op het kracht zetten. Ja, het deed wel pijn. Het deed wel pijn, zeker weten. Maar op een of andere manier, toen ze dat zei, dacht ik, oh, nou. Het doet eigenlijk niet zo vreselijk veel pijn. Dus, ja, nou ja. Of, nee, is nu raar dat ik dit zo zeg. Want het deed wel pijn. Maar ik had niet het gevoel dat ik door de pijn moest of zo. Maar dat is wel een fijn besefmomentje van ik kan dit gewoon aan. Dus ik was persen, 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 persen. En toen weer heb ik 2 keer geperst in die wee. Zakte het weer af. En het hoofdje stond. En ze pakte een natte washand. Zoals ik heb gevraagd, hield ze er tegenaan. Zei ze ook, nou, zoals we hadden afgesproken, hier een natte washand. Vond ik erg prettig wel. Als ze het niet had gedaan, had ik het niet gemist. En op dat moment zei ze, wil je het zien? Ik dacht, nee, ik hoef het niet te zien. Dus ik had hem in mijn hoofd dat het heel bloederig zou zijn, heel vies zou zijn. Dat ik er misschien van in paniek zou raken. Dus ik zei, nee. Maar ik zei tegen Daniel, wil je een foto maken?
Dat hij dat heeft gedaan en dat ik dat heb gevraagd, ben ik heel blij mee. Want ik heb later die foto gezien en dat ziet er prachtig uit. Een beetje raar dat ik dit nu zeg, maar je ziet mijn vagina helemaal groot met een kopje met haar. Met haar! En ze zeiden ook tijdens die pers, oh, we zien haar! En ik dacht, haar? Heeft ze haar? Maar goed, ik heb dus die foto, daar ben ik heel blij mee. Deel ik met niemand, ga ik ook niet hier laten zien. Maar dat zag er heel mooi uit, geen spatje bloed te zien. Dat kwam allemaal daarna. En dat was gewoon heel erg mooi. En ik vroeg dus aan Daniel, wil je een foto maken? En toen gaf de verpleegster mijn vlogcamera aan Daniel. Toen zei ik, nee, niet met die camera, maar je moet met je mobiel. Dus Daniel heeft de vlogcamera aangezet, heeft hem neergezet en heeft toen foto's gemaakt. Dus vanaf dit moment staat alles op beeld. En daar ben ik ook ontzettend blij mee. Want het gaat zo snel en het is... Het gaat bijna als een soort waas voor je, aan je voorbij. En ik kan nu gewoon terugzien dat Emma zo geboren wordt. Dus mocht je het willen vastleggen, doe dat echt. Ik vond het heel erg fijn. En misschien denk je, ja, ga ik het toch niet vastleggen? Dat is toch veel te privé? Je hoeft het met niemand te delen. Gewoon voor jezelf, mocht je dat leuk vinden. Maar goed, ik zat dus met het hoofdje dat stond. Ik was zo op adem aan het komen. En de verpleegster zei... Of de verloskundige zei, je mag straks weer gaan persen. En als ik zeg stop, dan moet je gaan puffen. Dat is het moment dat ik dacht, kut, ik weet niet hoe ik moet puffen. Dus ik keek een beetje zo van... En Daniel zag dat en die zei tegen de verloskundige, we weten niet hoe we moeten puffen. Em, je bent te vroeg met huilen. Hoor je dat, Emma huilt? En daar was ze. Em, je bent eigenlijk te vroeg in het verhaal. Je hoofdje stond alleen nog maar. Ik zag alleen nog maar haartjes. Ik ga even kijken of ik het bevallingsverhaal nog even kan afvertellen met Emma erbij. Het hoofdje stond en ze zei, oh ja, de volgende keer moet je het puffen. Ik zei, wij zeiden, we kunnen niet puffen. Toen zei ze, als ik stop zeg, mag je wegblazen, wat ik dus al heb gedaan. Oké, dat kan ik. Dus, de derde persweek kwam. Ik ging persen. En ze zei, stop, of iets in die richting. Dus ik was... weer die ademhaling aan het doen. En ik was me oprecht aan het voorbereiden om straks weer te gaan persen. Maar op dat moment zei ze... Ik heb even de camera wat hoger gezet. Ik ben Emma gewoon vast eten aan het geven. Maar op het moment dat ik weer aan het ademen was... en me aan het klaarmaken was voor de nieuwe wee... zei de verloskundige... Doe je ogen maar open en doe je armen maar naar voren. Kom maar, kom met je handen. En ik dacht, hè? En daar was ze al. Ze was er dus zo... uitgevloekt. In de beelden zie ik dat ze er zo uitkomt. Dat er nog een navelstreng om haar hoofd vandaan wordt gehaald. En daar was ze. En ze moest huilen. En het was zo bijzonder. En onverwachts, ondanks dat ik er natuurlijk heel lang mee bezig was al. Had ik niet verwacht dat ze er al zou zijn. Ze werd op mijn buik gelegd. Ze werd schoongemaakt met wat handdoeken. Kreeg een mutsje om. En Daniel mocht het navelstreng doorknippen. En ik heb echt een uur met haar op de borst gelegen. Wat ik ook heel graag wilde. Terwijl ik met Emma lag, ben ik ook gehecht. Uiteindelijk ben ik 800 ml bloed verloren. En daar kwam ik pas later thuis achter. Dat stond dan in zo'n dossier. En ik vroeg me oprecht af, wanneer ben ik dat dan verloren? Dat vroeg ik ook aan de kraamverzorgster. En ze zei waarschijnlijk toen ze eruit was. Dan was ik gewoon bezig met Emma. En aan het genieten van haar en Daniel en boel. En toen, daarna is het waarschijnlijk het bloed verloren. De verloskundige die heeft me gehecht. En ik had op Instagram ook gevraagd of jullie vragen voor mij hadden. En iemand vroeg ook, hoe is het met je ... Dus of diegene wil vragen hoe het met me is. Of diegene wil weten hoe het met mijn vagina eraan toe was. Ik ben wel gehecht. Maar het viel reuze mee. Van binnen, zei ze, had ze een paar hechtingjes moesten doen. Kleine hechtingjes. En van buiten heb ik, als je zo... De vagina is hier mijn plasser en hier mijn poeper. Is hij hier een beetje uitgescheurd. En dat heeft ze dus gehecht. Dat duurde wel even. Was niet zo heel prettig. Maar ik had nog steeds een beetje het verdoofde gevoel. Ik ben echt te lang aan het lullen. Want nu valt de camera uit omdat ik te lang aan het praten ben. Maar dat is dus gehecht in die tijd. Oh nee, daarvoor trouwens is nog de nageboorte gekomen ook. Ik kreeg sowieso een spuit. Zodat die sneller zou komen. En je kan dat... dit is dan een spuit zodat je placenta loslaat. Die kreeg ik gewoon in mijn infuus. Dus die heb ik niet in mijn been gehad. Maar die kreeg ik in mijn infuus vanwege die bloedingen in de familie.
Dus ik had die spuit gehad, niks van gemerkt. Dat wist ik dat zou gebeuren en die lag al klaar. En de nageboorte kwam ook. Volgens mij moest ik daar wel nog een beetje voor persen, maar daar was hij al. Ze liet hem zien en hij was heel mooi en groot. En het was heel gek om dat ook te zien. En toen na een uur... ik had Emma ook nog borstvoeding gegeven. Of in ieder geval, ja, waarschijnlijk kwam er nog niks uit. Weet je dat nog, meisje? Toen was je net geboren. Maar goed, die nageboorte was geweest, toen ben ik gehecht. Ondertussen waren wij met Emma bezig en waren we helemaal verwonderd. En dit is er, daar is ze eindelijk. Na dat uur vond ik het ook wel niet erg dat ze haar meenamen om haar aan te kleden. Want ik was gewoon moe en ze ging haar aankleden. Daniel, tenminste de verpleegster, heeft haar aangekleed. Daniel heeft erbij gekeken, geassisteerd. En toen was ze aangekleed, werd ze in een bedje gelegd. En eigenlijk na dat uur dat ze bij mij heeft gelegen, is er heel veel gebeurd, maar weet ik niet echt de volgorde daarmee van. Ik had gedoucht, ik moest even plassen. Dat lukte op het toilet niet, maar onder de douche lukte het me wel om te plassen. Dus ik heb onder de douche geplast. Emma, haar bloed werd geprikt omdat ze wat groot was. Moesten ze daarvoor kijken of haar suiker wel goed was. Nou, die was iets te hoog, dus moesten ze haar bijvoeden. Dus ze kreeg bijvoeding. Ik lag weer in bed. En op den duur gingen we ook familie bellen en mensen appen. En toen konden we eindelijk om een uur of twee 's nachts... Oh, ze is 11:15 is ze geboren. Op 5 oktober, dus een uur en een kwartier voor de uitgerekende datum, is ze geboren. Ja. Toen gingen we eigenlijk slapen en ik heb eigenlijk best prima geslapen. Af en toe kwam de zuster binnen. Misschien heb ik Emma nog wel eten gegeven 's nachts. Ja, dat moet wel eigenlijk. En de verpleegster heeft haar ook bijvoeding gegeven 's nachts. Maar eigenlijk heb ik gewoon wel oké geslapen. En in de ochtend kregen we ontbijt. Ik denk weer het eerste wat ik echt heb gegeten. Of misschien daarvoor onbeschrijven muisjes. Toen kregen we ontbijt. Toen heb ik weer gedoucht, rustig aangekleed. En toen mochten we naar huis met z'n drietjes. Ik weet het nog goed, ik zat in die rolstoel weer. Maar dit keer zonder baby in mijn buik. Ik wou zeggen zonder dikke buik, maar dat is niet helemaal waar. Met de baby in een maxi-cosi, mijn gele regenjas aan. En we mochten naar huis. En hoe bizar was dat? Daniel die installeerde de maxi-cosi in de auto. Maar wist helemaal niet hoe dat moest. Dus Daniel heeft hem met een YouTube-filmpje dat gedaan. En rond een uur of 11:30, 12 gingen we naar huis. Dat was het bijzonderste moment ever. We kwamen thuis en mijn familie stond er. Daniels ouders stond er. En ze hadden het huis versierd. En mijn moeder hadden we ook gevraagd dat het huis nog schoongemaakt. Want we hadden het gewoon in alle chaos achtergelaten. Dus het was schoon en opgeruimd en hingen slingers. En Daniel zegt altijd, het was echt een sterrenonthaal. En dat was het echt. Ik werd mee naar binnen geholpen. Emma die werd door Daniel naar binnen getild. En iedereen die was, oh, hoe gaat het? En lief. En het was gewoon één huis vol liefde. En dat was zo bijzonder. En toen heeft Daniel even Emma uit de maxi-cosi gehaald. Is ze even een beetje rondgegaan. En toen zeiden mijn moeder en mijn zus, kom, jij gaat lekker naar boven. Dus ik ben naar boven gegaan. Hier hingen ook slingers. En ik ben lekker in bed gekropen. En later kwam Emma ook. Kon de kraamweek beginnen. De kraamweek, daar kan ik ook een hele video van vullen. Dat was ook een magische week. En eigenlijk is dat de hele bevalling. Ja, het was een lange bevalling. Maar zoals ik al zei, vanaf dat het infuus kreeg, vanaf dan zie ik dat echt de bevalling is begonnen. Maar hij had gewoon een hele trage aanloop. Ja, en dat is gewoon maar even niet anders. De bevalling zelf vond ik heel fijn en heel goed. Het deed pijn, zeker. Het was niet prettig, zeker. Maar ze was er en daar ben ik heel erg blij mee. Dan leek het me ook goed om nog even te benoemen. Nou, ik ben eventjes naar beneden verplaatst. Kijken of het allemaal goed is en scherp is. Ja, even naar beneden verplaatst. Kan Emma hier lekker naast mij spelen gewoon. Toen was ik eenmaal thuis. En mijn herstel ging redelijk goed. Ik had best wel last van mijn stuitje. Daar heb ik nog steeds last van. Na 5 maanden, als bijvoorbeeld veel fiets. Ik fiets dan naar mijn werk en terug op donderdag en vrijdag. Dan heb ik gewoon echt last van mijn stuitje. Dus daar heb ik nog steeds last van. Van mijn hechting had ik in het begin wel last. Op den duur ging het ook een beetje jeuken. En dat is natuurlijk een goed teken, want dan geneest het. Maar ik had wel een beetje last van die ene hechting hier zo, zeg maar. Dus die hebben ze ook in mijn kraamweek nog eruit gehaald. Dat kon gewoon, het was goed aan het genezen. Dat was prima. Ik had ook tijdens de persfase, denk ik,
aanbijen opgelopen. Nog nooit gehad. En toen dus wel. Dus die heb ik goed ingesmeerd. En die waren ook vervelend. Die jeukte ook. Dat was niet zo prettig. Maar die waren denk ik na 5-6 weken ook weer weg. Ja, en verder ging mijn herstel wel prima. Mijn buik die slonk ook elke dag een beetje. En nou ja, nu is die redelijk weg. Het is nog wel, het is niet wat het is geweest, maar het is wel prima na 5 maanden. Ik hoop nog wel dat hij wat afslankt, maar ja, weet ik niet. Oh ja, dat is ook wel in het begin kon ik heel lastig mijn poep en plas ophouden en moest ik soms echt naar beneden rennen om naar het toilet te gaan. En ik heb wel toen ook in mijn kraanweek telkens mijn bek- en bovenspier een beetje proberen aan te spannen. En in het begin voelde die heel ver weg, alsof die echt helemaal ja, een beetje onder een stapel watten lag, maar werd steeds wat sterker. En nu gaat dat ook redelijk goed. Heel soms als ik heel nodig moet plassen, moet ik ook wel opschieten om te plassen. Ja, ik had ook op Instagram nog wat vragen gekregen en ik hoop dat ik heel veel al heb beantwoord in het loop van het verhaal. Maar ik ga toch even kijken of ik niet per ongeluk wat vergeet. Iemand vroeg me, wat vond je het echt het pijnlijkste van de bevalling? En ik denk qua pijn toch wel de weeën. Ja, en achteraf, oh dat is ook voor het herstel nog leuk om te vertellen. Ze wilde hier mijn infuus prikken, maar dat lukte niet. Dus nou, dat spraakje geprobeerd lukte niet. Want mijn aders die kropte op of zo, zei ze. Nou prima, hier in mijn andere hand lukte het wel. Maar ik had hier dus een hele grote blauwe plek. Eigenlijk heb ik achteraf daar ook heel veel last van gehad. Wat ik al zei, met kleine kwaaltjes ben ik echt een zeikerd. Ik lag van onderen helemaal, was het helemaal een ravage. Maar die blauwe plek, daar had ik echt best wel last van. Dus ik heb ook druppels van VSM genomen. Dat helpt dan tegen blauwe plekken, maar ook tegen de zwelling van mijn vagina en alles wat daar zit. Dus ja, dat vond ik ook pijnlijk achteraf, die blauwe plek. Hoe vond je het eerste moment zonder kraamhulp? En het eerste echte moment zonder kraamhulp was 's avonds, die eerste dag, die zondagavond. Ja, die eerste nachten waren echt wat aanklooien maar. Ze moest huilen, ze had achteraf had ze krampjes, maar wij dachten misschien heeft ze nog honger. We hadden erbij gevoed, maar dat gaf juist weer krampjes. Dus die nachten vond ik best wel spannend. Tussendoor konden we wel goed slapen. Sorry hoor dat Emma zo'n geluid maakt, maar ja, het is alleen maar goed hè, dat jij geluid maakt, maar nu is het niet zo handig. Ja, dat geeft niet. Dan moet mama maar een andere keer filmen eigenlijk hè. Gaan we lekker spelen. Dus die eerste nachten zonder kraamhulp was soms echt wel een soort van, doe maar wat. En ook als het dan 8 uur werd, dan zei ik, oh, maar gelukkig komt Jolanda zo. Het was echt een soort verademing als ze dan binnenkwam. En nadat ze een week was geweest en ze voor de laatste keer kwam, vond ik dat wel heel lastig. En ik dacht, ik wil niet dat ze weggaan, want het is zo fijn. Maar ik wist wel toen, na een week, wij kunnen dit gewoon. Het komt goed. Ze heeft ons alles geleerd. We hebben al onze vragen aan haar gesteld. En het gaat goed. Dus dat vond ik wel vervelend. Daar heb ik ook een traan omgelaten wel. Maar dat toen zij een week was geweest, was het gewoon prima. Iemand vroeg ook nog of er wat was tegengevallen. En eigenlijk vond ik alleen het enige wat echt tegenviel, dat het niet doorzette. En dat het niet regelmatig kwam. En dat vond ik echt frustrerend. En dat vond ik het vervelendste van de bevalling. Dat ik niet wist hoe lang het nog ging duren. En dat het voor mijn gevoel echt nog wel dagen kon gaan duren. Waar zag ik tegenop? Dit is wel een hele goede nog om te benoemen, want dat heb ik nog niet benoemd. Waar zag ik tegenop wat achteraf wel meeviel? Ik zag er dus heel erg tegenop dat ik dan mijn eigen vertrouwde verloskundige moest inruilen voor een verloskundige van het ziekenhuis. En eigenlijk viel dat reuze mee. Ik heb 3-4 verloskundigen gezien. Waarvan alleen diegene zei, je kan lekker naar huis gaan. Daar heb ik echt een naar gevoel bij. Maar dat was meer om wat ze zei en niet om hoe ze was. Maar de verloskundige die me uiteindelijk de bevalling heeft gedaan en Emma ter wereld heeft gezet, vond ik enorm fijn. En ja, ben ik heel dankbaar voor dat zij er gewoon bij was. En was dat eigenlijk helemaal niet erg. Oh ja, en iemand vraagt, zijn alle clichés waar? Ja jongens, alle clichés zijn waar. Het doet pijn, het is kut, maar als eenmaal die baby op je buik ligt, ben je alles vergeten. Nee, je bent niet alles vergeten, nee. Maar dan is het een soort van, de weeën stoppen ook meteen. Je hebt nergens meer last van, maar die weeën stoppen, die baby is er. En er gaat een soort zand, zo ervaar ik het, zand over je hersens, over wat er is gebeurd. Een soort zand dempt alles. En dat is echt waar. En ook in die weken
Al die clichés die je hoort. Het is gewoon waar, jongens. Sorry. En daarom zijn er misschien wel clichés. En gelukkig dat we het allemaal vergeten. Of niet iedereen. Ik weet namelijk dat dat komt door een hormoon. Die krijg je als de baby er eenmaal is. En dat hormoon wordt niet door iedereen aangemaakt. En er zijn dus ook vrouwen die dat hormoon niet krijgen. En die ervaren hun bevalling ook echt als een trauma. Dus ik ben heel blij dat ik dat hormoon heb gehad. En dat het zand over mijn hersens is gegaan. Dat de randjes eraf zijn gegaan. En dat ik... Dat is gewoon heel erg fijn. En in mijn geval zijn die clichés echt waar. En iemand vraagt ook nog, was er wat tegengevallen wat je anders had gehoopt? En eigenlijk had ik niet echt iets in gedachten van zo moet het gaan of zo wil ik dat het gaat. Ik kan natuurlijk wel mijn wensen in mijn bevalplan, maar ik had niet echt verwachtingen of zo. Ja, ik liet het wel een beetje over me heen komen. Ik zie wel wat er gaat gebeuren. Ik was gewoon heel benieuwd wat mijn lichaam zou doen en hoe het zou voelen en wat er zou gebeuren. Eigenlijk was ik vrij open in wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dus daar liet ik over me heen komen, een soort van. En toen was dat moment dat ze er opeens was. Het was voor mij ook echt opeens dat ze er was. Natuurlijk was ik er al een paar dagen naartoe aan het werken. Maar ik had niet gedacht dat ze er al uit was. Ja, yeah. En daar was ze. Ja, daar was je. Dat is eigenlijk mijn bevallingsverhaal. Ik hoop dat ik alles heb verteld, dat ik het duidelijk heb kunnen vertellen, overzichtelijk. Mocht je nog vragen hebben, stel ze vooral in de reactie. Of mocht je iets van jouw bevalling willen delen, doe dat ook vooral. Onthoud wel, ik ga het gewoon nog een keer zeggen, elke bevalling is anders. Ik heb de mijne als heel positief ervaren. Maar het is ook niet erg als jij jouw bevalling niet als positief hebt ervaren. Ik hoop dan dat je het een plekje kan geven en dat... eventueel je volgende bevalling wel fijn zou kunnen gaan. Dat was mijn bevallingsverhaal. Ik ben heel benieuwd hoe lang uiteindelijk de video gaat worden. Ik heb een paar keer mijn camera opnieuw aan moeten zetten, omdat die stopte ermee. Ja, ik wil je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je gewoon zaterdag weer met een nieuwe vlog. Dit was mijn bevallingsverhaal.